Goed, dames en heren, van harte welkom bij deze samenvatting van een wedstrijd uit de vierde reserveklasse. Met twee absolute korfbalgrootmachten die vandaag tegen elkaar uitkomen. DOS 46-5 neemt het vandaag op tegen Sparta 3. De Nijkerkers hebben een goede voorbereiding gekend op dit zaalseizoen. Al is natuurlijk even de vraag hoe lang dit zaalseizoen gaat duren. Opmerkelijk feitje, de Nijkerkers stapten met 9 man in de auto bij Sporthal Watergoor en kwamen in Nijenveen aan met 11 mensen. Het lijkt wel een goocheltruc. Sparta start in een 4-4 formatie met in de aanval Hanne, Francis, Jesse en Jarno. En in de verdediging Rian, Janine, Tom en Bram. Tom die heeft de aanvoerdersband om zijn gespierde rechterarm hangen. Op de bank Gerard, Lois en Roos. Vanuit Sporthal de Eendracht lever ik het commentaar van deze samenvatting van de wedstrijd. Sparta begint dus zonder de verdette Gerard Voekens, die de afgelopen oefenwedstrijden belangrijk was steeds voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Zal dus nu op zoek moeten gaan naar een andere speler die dat eerste doelpunt kan maken. We zien hier Sparta in de aanval met Jesse van buiten aan de bal. Paas de bal naar Francis. Jarno met een actie en een one-hander, maar de scheidsrechter fluit. We kijken nog even in de herhaling of het echt een verdediger was. Farbeelden erbij. Ja, tegenstander. Handje omhoog ertussen. DOS 46 scoort inmiddels wel aan de andere kant. Dus Sparta moet op zoek naar de gelijkmaker. En dat doen ze ook vanuit een kaats tussen Jesse en Jarno. Schiet Jarno fantastisch raak. Ik wou dat ik zelf zo'n doelpunt kon maken. Sparta dus op 1-1. Het andere vak nu in de aanval. Op zoek naar weer een gelijkmaker. Want DOS 46 maakte alweer een doelpunt. Maar hier doet de penningmeester een duit in het zakje. 2-2. En dan gaat het hard voor DOS 46. Komen op een voorsprong. Sparta moet iets terug doen. En doet dat via Janine. Fantastische doorlopbal. Tegenstander op het verkeerde been gezet. Maakt de actie naar de linkerkant van Bram. Hop. En heel soepel aan de rechterkant langs. Mooi afgerond, mooi doelpunt. Sparta op een 5-3 achterstand. Dan het andere vak weer in de aanval. Met Francis met een mooi omdraaiballetje. Jarno probeert die bal te vangen. Ja, zware overtreding. Zeer terechte vrije bal. Goed dat de scheidsrechter hiervoor optreedt. Houdt de kaart op zak. Dat is dan wel weer verrassend. Jarno wacht lang. Tegenstander stapt in. Haha. Geflasht. Tweede poging dan. Oh, tegenstander durft niet eens meer te lopen. En koelbloedig afgerond hoor. We laten de doelpunten van DOS niet zien vandaag. We houden het bij de hoogtepunten van de wedstrijd. Hanne doet net alsof ze naar binnen paast voor de aangeef. Maar speelt die bal dan door naar Jarno. Kijk eens. Tegenstander van Jarno helemaal naar binnen. Probeert die aangeef te voorkomen. En goed afgestraft. Mooi doelpunt. Mooie paas. Doelpuntje mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van Sparta 3, Van de Boer Media. Dan staat het dus gelijk. Kan Sparta op voorsprong komen. En dat doen ze ook via Tom. Ja, dit doelpunt gaan we niet herhalen. Zo scoort Tom altijd. Later in de wedstrijd ziet u nog een keer zo'n droog schot van afstand van Tom. Sparta dus op voorsprong. En dat betekent ook dat Hanne het voor gezien houdt. De rug is er klaar mee. En komt Lois het veld in. Op de heenweg nog opgehaald van een parkeerplaats in Harderwijk. En nu dus al in het veld in de eerste helft. We schakelen weer door naar het vak van Francis. Francis probeert Lois te bereiken. Jarno voor de doorlopbal erlangs. Mist hem finaal. Maar Jesse rondt koelbloedig af in de rebound. Dan de Schwalbekoning van Sparta 3 versiert hier even een strafworpje. Maakt een actie naar binnen. Wordt daarbij gehinderd door zijn tegenstander. En mag dus een strafworp nemen die fenomenaal raak gooit. Hier zien we nog even een herhaling. Mooie actie naar binnen. Goede paas. Ja, kijk eens. Dramatisch naar de grond. Bram doet voor de extra dramatiek nog even een doorloopballetje. Maar Tom rondt hem daarna koelbloedig af. Ja, tot zover de doelpunten van Sparta. Nog een laatste poging, zo vlak voor rust. Bram speelt de bal door op Jesse. Jarno probeert nog een doorloopbal te nemen. Maar ja, komt niet verder dan een halve kans onder de korf.
En dan is het rust. Met een stand van 9-8 kunnen de Spartanen aan de Mandarijnen. Ik ben benieuwd naar de veerkracht die de Nijkerkers de tweede helft kunnen tonen. Ja, dit uitnemen dat is eigenlijk alleen maar zodat u doorheeft dat de tweede helft begonnen is. Want er wordt helemaal niet gescoord deze aanval. Dus we schakelen weer over naar een wisselmomentje. Dan schakelen we dus weer over naar het andere vak dat nu in de aanval is. En Tom die weer op een droge manier raakknalt van een afstandje, zoals ik al zei in de eerste helft. Deze hoeven we niet te herhalen, want hij zal nog een keertje komen. Dan zet Sparta door met Janine die haar tweede doelpunt scoort in de tweede helft. Nou ja, u weet allemaal, 2 plus 2 is 4. Wat dat te maken heeft met deze wedstrijd, geen idee, maar het kwam zo ineens bij me op. En dan is de beurt aan een van de invallers. Lois pakt de aangeef. Janne probeert er langs te komen voor de doorloopbal, maar zijn tegenstander zit ertussen. Speelt hem direct uit weer op Lois en die knalt hem heel mooi raak. Mooi doelpunt van deze gouden wissel. Dan het andere vak weer met Janine en Rian die hem inspelen op Bram en voor de actie naar binnen gaan. De actie van die dames zorgt ervoor dat Tom helemaal vrij komt te staan. En de aanvoerder die mikt hem raak alsof het niks is. De bal de vuist omhoog. En dan denkt Bram, ja, ik kan ook niet achterblijven. Ik moet ook mijn doelpuntjes meepakken. En dat doet hij ook. Hop. Lijkt zo makkelijk hè, als je ernaar zit te kijken. Dan is het andere vak weer aan de beurt om een doelpuntje te maken. Francis met een mooie actie. Mooie doorloopbal. Mooi doelpunt. Met zo'n doelpunt dan verdien je het gewoon om gewisseld te worden. Publiekswissel voor Francis. Roos maakt haar debuut bij Sparta 3. Dat andere vak doorgaat met slimmigheidjes. Bram speelt de bal op Tom. Daar zit er nog een handje tussen. Dus krijgt Tom een vrije bal. En ja, Tom is zo in vorm. Die gooit gewoon alles erin. Sparta loopt dus uit naar een 12-15 stand. En maakt er zelfs 12-16 van. Via Bram. Met Roos dus nu in het aanvalsvak. Probeert Janno voor een schot te gaan. Schiet een airballetje. Maar dat biedt kansen voor de dames om die actie naar binnen te maken. Lois komt er langs bij de tegenstander. Krijgt de bal niet helemaal lekker mee. Maar de tegenstander stapt verkeerd in het duel om de bal. En daar profiteert Lois optimaal van. Mooi doelpuntje weer. En dat betekent dat het inmiddels 13-17 staat. En mocht u nou denken van, het klinkt helemaal niet anders dan een normale wedstrijd bij Sparta 3. Dat kan kloppen. Er is een stadiongeluid achtergezet van een andere wedstrijd van Sparta 3. Dus om zoveel mogelijk de werkelijkheid na te bootsen. Terwijl Bram nog even een keertje de bal in het mandje gooit. Uitsloven dat hij is. Ja, en in deze aanval kun je toch zien dat die sportschool voor Tom zich uitbetaalt. Het dure sportschoolabonnement gaat hier het fel duel aan met zijn tegenstander. En daardoor kan Bram de bal heel nonchalant door het mandje nikken. En dan is het tijd voor de ervaren rot Gerard Foekens in de ploeg gekomen. Tegen een tegenstander die begint met achter verdedigen. Weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Nou ja, Sparta speelt het uit. Janne probeert dichter bij de korf vrij te komen. En ja, dat soort kantjes moet je niet weg gaan geven aan Sparta deze wedstrijd. Die mikken ze er allemaal in. En in het andere vak is dat eigenlijk precies hetzelfde. Kijk eens. Tom wordt hier fantastisch vrijgespeeld door Bram. Mooie combinatie tussen de twee heren die elkaar goed aanvoelen deze wedstrijd. En met z'n tweeën enorm belangrijk zijn voor de doelpuntenproductie. Scoren samen meer dan de helft van alle doelpunten deze wedstrijd. Ja, en mocht u nou denken van, waarom zien we ineens DOS 46 scoren? Dat heeft alles te maken met spanningsopbouw. Het is namelijk de laatste minuut. En ja, u wilt toch weten of het nog goed komt met één doelpunt verschil. Nou, het antwoord ziet u hier. Een tekortschot van Janno, maar tegelijk het eindsignaal. En daarmee wint Sparta deze wedstrijd van DOS 46 met 20-21. En kan het tevreden huiswaarts keren. Nou ja, de meeste dan, want Janno kwam uiteindelijk weer terug om zijn portemonnee op te halen in Nijenveen. Ja, dan rest mij alleen nog even het lijstje met uitslovers van vandaag te laten zien.
met de top uitslover van vandaag. Tom, die zijn aanvoerdersrol helemaal waar maakt. 6 doelpunten op de voet gevolgd door Bram. En daarmee wil ik u bedanken voor het kijken naar deze samenvatting. En graag tot de volgende keer.